Oké, okay, degene die als hem eerste had, krijgt 10 euro van allemaal, allebei de personen. Wat? Ah, money! Daar heb ik helemaal geen ja op gezegd. Gaan we het zo doen? De winnaar krijgt 10 euro van iedereen, van alle twee. Oké. Okay. De winnaar krijgt 20 euro, dan gaan we ook gewoon die hard door. Hey kijkers, mijn kanaal is Sims. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe GT! A5. Ah, samen met Chuck en Gijs en Vincent natuurlijk. Wie kreeg je nog van de vorige keer? Wie? Nee, Vincent. Wat, omdat je de DNF kreeg, joh? Huh? Ja. Grote jongen. Ik ben zo blij dat je zo volwassen ermee omgaat. Laat hem nemen, niemand. Geef van ons. Woehoe! Chuck, karren. Als je me inhaalt, jongen, ik word boos. Karren dan. Karren ook. Jij zit in mijn slipstream. Oh my god. Hey, Vincent. Triple loops. Komt-ie. Yeah. Oh my fucking god. Nailed it. Graag gedaan, hè, Sjaak. Don't nail it. Oh my god. Heb je? Je moet goed neerkomen. Anders kan je het niet, die checkpoint, halen. Die checkpoint staat in de lucht. Oh, nailed it. Nee. Nee. Heb je hem gehaald, Sjaak? Nee. Ik moet hem overnieuw doen. Oh, huilen dan. Nogal. Ik heb hem gewoon gehaald. Echt niet. Ja. Kijk dan op de map, jongen. Fucking hell. Ja, dit is toch onmogelijk? Dit is gewoon... Waarom kan ik hem dan halen? Alsof je een kraslot een miljoen wint. Jongens. Dat stukje kan je nooit halen, man. Bring down the ride. Ik weet niet hoe de fuck jij dat hebt gedaan. Heb je niet een custom entity? Nee, ik heb gewoon je standaard entity. Dat is de leukste grap hieraan, want ik heb geen custom entity. Ja, ik had een gedupte, maar die heb ik maar ingerolen voor die vakka. Vakka, joh. Nee, dag. Hey jongens, misschien zie ik jullie nog. Kijk, hey Vincent. Zie je mij in de loop die loop? Oh, ik ga door de loop die loop. Uh-oh, sorry. Ik stond ineens stil. Jongens, ik heb gewoon gevonden wat ik nodig heb. Ik heb gewoon Oh my god, yes! Ik heb gewoon een lekker muziekje nodig. Dat helpt mij gewoon. Vincent, sok on these nuts. Ja. Sjaak, nu kom je echt gewoon nu. Als ik jou was, zou ik echt plank gas geven, want de rest is niet moeilijk. Dat doe ik ook. Ik heb niks gezegd, Vincent. Ik hou van je. Slijmbal. Oh, de bocht. Hey, jongens, ik ga langzaam, maar toch zeker, naar de finish toe. Oh. Of moeten we er nog een keer doorheen? Ik weet het niet. Weet niet, jij hebt het gekozen. Ik niet. Die loop, damn. Ik ben nog steeds met die loop aan het kloten. Ik moet nog 4, 5, 4, 3, 2. Komt-ie, wacht even. 2, 1. En ik ruik een finish. Tjaka! Komt-ie hoor. Even. Een beetje kijken. Die nog halen. En even kijken. Skrrr. Hier nog even de bocht om. Omhoog. Wee. En hier nog naar rechts of naar links. Okay. Even nog onder de brug hier door. Tegen wie praat je? Tegen ons. Maar dat wil je er niet bij vertellen. Ah, ik zou morgen even het gesticht bellen. Is niet nodig. Kom bij jou wel. Sjaak, ik zou opschieten, want Vincent komt in de buurt trouwens. Ik ben nog steeds aan het kloten met die looping. Heel vervelend. Dat is een loop hoor. Helemaal niet, hij liegt. Helemaal niet. Ik ben nog steeds met die looping bezig. Volgens mij ben jij gewoon vies hard aan het liegen, want ik zat je net te spectaten en je was niet bezig met die looping. Zie je? Flikker. Je bent niet bij de loop die loop. Ja, finish nou maar, Sjaak. Doe het toch. Oké, nu kijk of je het haalt. Oeh. Dit wordt een close one, heb ik zo'n idee. Oeh, dit wordt echt seconden stellen, zeg jezus. Nee, hij haalt dit. Of... Weet je wat ik altijd grappig vind? Vincent is altijd heel stil dan. Ja, precies. Altijd. Echt, zo'n als we niks zouden zeggen, dan zou het een hele ongemakkelijke aflevering Boys! Worden. Boys! Nee. Fuck jullie! Jij bent gewoon een leugenaar, man. Ik ga voortaan ook gewoon niks zeggen als ik concentreerd precies, ben. Precies, ik ga dat ook doen. Gewoon, dan wordt dit een hele... Dan wordt GTA wordt gewoon zo... Op naar de volgende race! Nou boys, de tweede race van vandaag. Mogen de beste winnen. En dat ben ik natuurlijk, hè? Nee, en nog klap ik tegen dat bord aan! Het is toch ook niet eerlijk? Ik heb echt het idee dat het gewoon heel erg stil wordt in deze opnames. Dat er veel concentratie aan de hand is. Precies. Nee, dit is bullshit. Ik was expres naast die dinges gaan rijden. Vince, jij, of Gijs, jij ook. Nou, dat is sorry. Nou, okay. Bedankt. Alsjeblieft. Dank je. Een en al liefde. Jammer, Gijs. Bijna, Sjaak bedoel ik. Oh, yo! Waarom ben je mij aan het bombarderen, vriend? Nee, dat was niet voor jou. Ik wou naar achteren gooien. Jawel. Hij wou wel op je bombarderen, hoor. Ik wil niet stoken of zo, hoor, maar... Goed stoken. Oh my god. Je moet hier naartoe, Ik wil niet stoken, maar... Oh my god, hoe de fuck wil je dat gaan doen? Heb je die twee checkpoints trouwens wel gehad?
Oh shit, nee. Oh nee, Walride, rip. Rip, thanks. Dankjewel, nu ben ik nog dichter bij Checkpoint Shaak. Nee, dit kan je dit niet. Dit is echt een huge ass. Nee, dit wordt weer zo'n aflevering. Ik wou gewoon recht op die checkpoint afrijden. Holy fuck, op bezielbaar. Nee, dat gaat hem ook niet worden. Dit gaat niet, dit wordt hem sowieso niet. Oké, okay, degene die als hem eerste had, krijgt 10 euro van allebei de personen. Wat? Ah, money! Daar heb ik helemaal geen ja op gezegd. Gaan we het zo doen? De winnaar krijgt 10 euro van iedereen, van alle twee. Oké. Okay. De winnaar prima. Krijgt 20 euro, dan gaan we ook gewoon die hard door. Dank je, Vincent. Dank je. Alsjeblieft. Kom maar op. Bij de gathering doen we uitbetalen. Ja, is goed. Is cool. Waar iedereen bij staat. We doen het op het podium. Zo. Anders was het de vorige keer. De hele tijd toen ik bij de ECG-beurs was. Ja, je krijgt nog 10 euro van. Terwijl ik het al lang had gegeven en shit. Ik vind dat wel humor. Toen werd ik het helemaal zat. Toen ging ik naar de pinautomaat. Hadden ze maar 20'tjes. Moest ik een 20 euro. Of ik bedoel, Vincent moest een 20 euro door de midden scheuren. Ik heb helemaal niks door de midden gescheurd. Fuck jou. Nee, dat heb je wel gedaan. Heb je het gedaan? Ik heb Vincent alles gedaan. Oh, godverdomme Sjaak. Sjaak. Waarom? Vincent, die was fucking leuk. Dat kan ik nou hebben. Dat vind ik leuk. Oh nee, dat vind ik niet leuk. Fuck. Holy fucking damn, deze wordt wel heel lastig. Deze gaat sowieso wel 10 tot 20 minuutjes duren. Dus jongens, pak je popcorn erbij en let's go. Moet jij niet avondeten eerst nog? Ja. Daarom pak ik natuurlijk de popcorn er was bij. Nee! Mijn moeder heeft sushi gemaakt. Oh lekker, geef mij ook. Ja, maar ik kan het niet eten dankzij jullie. Geef mij ook wat. Ho, what the fuck? Oh, ja. Dit gaat op Sony worden, guys. Welke sushi heeft ze gemaakt dan? Ik weet niet. Volgens mij... Ja, I don't know. Ik weet niet hoe je dat dan allemaal moet zeggen. Nou ja, je weet toch al wat erin zit? Nee. Oké, okay, Surinamers hebben dus kip sushi. Ik ken alleen sushi. That's it. Kip sushi confirmed. Dit kip in. KFC sushi met krokant randje eromheen. Waarom hebben ze ook dat stomme stukje... Weet je, het is ook rechts. Meestal nemen we altijd wallrides aan de linkerkant. Nooit zo. Maar weet je wat kloten is? Ze hebben dat bovenkantje erin gezet. Ja, I'm doing it. Nee! En gaan controle sneuvelen. Nee, jouw controle gaat sneuvelen. Dat is het verschil hier. Kom op, controle. Ga maar sneuvelen. Sneuvelen. Huppel. Ibo. Wij zijn wel echt een goed duo in met muziekondersteuning. Huh? Hey, wij zijn wel goed met muziekondersteuning. In afleveringen heb ik... Zoname Underground ook. Nee, 202 bars. Oh ja, 202 bars. Doe je mee, Vincent, als het 303? Alleen, ik wil sowieso 55% aandeelhouder zijn, anders doe ik niet mee. Je krijgt 5 euro en daarmee moet je het doen. Secondje snatch. Dat gaan we niet doen. 202 blijft het. 202 bars wordt veel beter. Ja. Nee! Ik zag je gewoon vliegen. Nou, 202... Beter, eerlijk gezegd. Ik zou voor jullie 320. Ik zou voor jullie 300 decibel draaien. Wat zeg je? Wat zeg je? Ja, ik loop heel de avondjes. Ik zie hem gewoon uit je plaats, vriend. Want daar wordt een wilde Vincent in het water gesleurd. Gesleurd nog wel. Wie sleurt me erin dan? Ja, gewoon zwaartekracht. Echt zwaartekracht is bitch. Kijk, dat ook nog. Oh my god. That moment. Degene die als eerste wordt gewoon geld krijgt van de anderen. Ja, dat is echt jouw probleem. Zo kan niet. Het kloten is gewoon, als dat bovenkantje er niet zit, dan haal ik hem. Ja, dan kan je het gewoon doen, in precies. Oh ja, jij wel, Sjaak. Jij zegt elke keer, oh, waarom hebben ze hier niet van die randjes zitten? Oh. En die doet Gijs het gewoon. Waarom zit hier niet van die randjes? Boom. Oké, zo grappig. Ha ha ha. Doe de hippie shake. Aha, doe het links, doe het rechts en shake vrij. Maar ik ben echt niet een beetje blij van. Wat voor nummer is dat ook weer? Van wat? K3. Oh ja. Gijs, hoe heette jouw katten eigenlijk? Dat weet niemand. Eigenlijk wel. Joepie en Mimi. Joepie en Mimi. En eigenlijk technisch gezien is het Joepie de derde. Heb je een ander uit het raam gegooid of zo? Nee. Dat waren de vorige katten die we hebben gehad. En ik vond het gewoon hilarisch om de traditie voor te zetten. Om gewoon standaard een kat Joepie te gaan noemen. Gewoon. Dus dat je uiteindelijk gewoon echt gewoon Joepie de 20ste gaat krijgen. Ik zie voor het eerst gewoon een Centorno van binnen. Oeh. Oh mijn god. Oh, dit is niet leuk meer. Mijn moeder
snapt het leven. Dankjewel, mama. Ik ga eten. Ik vind die DNF wel mooi op mijn naam staan. Oh my god, dat is echt lekker. Dus jij accepteert gewoon een DNF nu live op camera? Hè? Huh? Dus je accepteert DNF? Foto? Moet het een Instagram? Ja! Ja? Zelfgemaakte sushi. Ja, wat zit er eigenlijk in? Dat vroeg Vincent zich al. Oh, vroeg Vincent nog wel. Komkommer en krab. Ja. Lekker. En talm met komkommer. Ja, dat zei je net ook al. Nee, ze zei krab. Ze zei krab. Luister nou eens naar je moeder. Rijst en die is met Saka, saka boy. Quinoa. Ken je dat, Vincent? Quinoa? Gijs? Nee. Wat is quinoa? Is daar ook een andere vorm voor? Bijvoorbeeld van schelpdier in gehulst in een stukje saté? Mossel. Sabi. Sabi, lekker. Oh, lekker, ja. Ja, nee, dat is heet. Ik vind het echt... Ja. Echte mannen eten heet. Boys! Boys! Jullie zijn je geld kwijt! Sowieso! Ik heb niet eens gezegd dat ik het zou doen. Ja, echt wel. Echt wel. Alles staat op camera. Je bent zo de lul. Ik heb geen 10 euro. Ja, helaas. Helaas. Iemand gaat nu gewoon het halen. Ja, Vincent die troggelt me af. Hij is een internetscammer. Nee. Oh. Ik ga gewoon wat sushi eten. Smakelijk, Sjaak. Vertel even maar gewoon hoe het smaakt. Ik wil eerst even een Instagrammetje maken. Oh my freaking god, boys. Ja hoor, it's done. Nou, boom. Ik vind dat we gewoon allebei een DNF moeten krijgen. Waarom moeten we alle twee een DNF krijgen? Omdat jou ook het toch niet lukt. Oh, ik ben gewoon weer 20 euro rijker. 20 hele euro's rijker. Ik ga jou geen 10 euro geven, vriend. Hé, hey Sjaak, ik heb hier nog 20 euro liggen. Ja, geef die maar aan hem. Dan vind ik het prima. Ja, ja, Gijs, doe dat, doe dat. Senpai finally noticed me. Heb je hem gehad? Kijk dan. Nice! Nou ja, ik heb in ieder geval geld verdiend vandaag. Ah, dat is ook nice. Ik heb zo waar geen DNF. Ik heb Sjaak richting de DNF-beker gezet. Okay. Dus dat scheelt. Kan je iets leuks vertellen, Gijs? Brandlos. 16, 18, 13. Oh, dat klinkt toch wel een stuk beter. Zeg maar, dan is mijn schade minimaal eigenlijk. Jacques, you can live with that, bro. Wat? Dat je ermee kan leven. 16, 18, 13. Heeft hem gehaald? Ja. Ja, ik vind het prima. Echt? Ja. Jacques is net zo sportief als mij. Dat vind ik leuk om te horen. Dude, ik heb honger. Nou, dat is duidelijk. Jacques heeft honger, mensen. En daarvoor wil hij gerust een DNF eten. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe GTA 5. De tussenstand is 16, 18, 13. Bam, wat de scores. Hopelijk zie ik jullie graag bij de volgende GTA 5. Druk allemaal lekker op het duimpje omhoog. Halen we meer dan 2000 likes. Shoutout naar de sushi maker, moeder van Sjaak. Kijk, volg Sjaak op Insta. Ja, vooral op Instagram kijken. Likes en foto's en dat soort dingen. Mensen, tot de volgende keer bij een nieuwe GTA. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dus Turms, G-Typo en Sjaak Plays. Zie ik jullie de volgende keer. En ciao. Yo.